op deze willen inzetten in het buitenland. Daar is ook de dragers van de militaire Willemsoorden, waaronder Marco Kroon. Ook ik, alle oude jongeren en de toekomstige veteranen van Nederland van harte toewens, is dat in die omgeving elke dag een beetje veteranendag is. Want vergeet niet, u hebt het goed gedaan. Op het Binnenhof kregen jonge veteranen van de oude rotte in herinneringsmedaille uitgereikt voor de missies die ze hebben meegedaan. Prins Willem-Alexander nam daarna de traditionele BTW af. Als de veteraan in samenleving, wat kunnen oud-militairen bijdragen als ze terugkeren in de burgermaatschappij? Wat hebben we problemen over ze aan? Het is een actueel thema en zoveel militairen een baan vinden bij de Defensie. De Nederlandse veteranen dat begint op het Malieveld voor het blauwe met een matoren BTW. Blauwe niet dat we in 2000 en we weer thuis zijn, maar het weerzien met oude kameraden is heerlijk. Het meeste hoop is, soms heb je het 15 jaar niet gezien. Dus dat ik eraan met weer 5 meter is. Blauwe werd uitgezonden naar Cambodja, Bosnië en New York. Zag veel miseren, maar leerde ervan. Doorzettingsvermogen was voor mij belangrijk. Je moet maar gaan, doorgaan. Je moet ook jezelf dienen natuurlijk. Wat je ziet moet je ook wel direct kunnen verwerken. Anders heb je het niet kunnen blijven. Ja, dat is het overal. Blauw heeft het les op een ROC. De leerling wil eigenlijk iemand voor het blazen staan. De praktijk ervaren. Ik denk dat het wel uit de boeken is. Maar dat is het ook daadwerkelijk meegemaakt. Dus dan kan ik er ook uit gevoel brengen.